Nog voor de vierdaagse feesten beginnen komt er een ander evenement op plein 44. Van 24 juni tot en met 2 juli is de zomerkermis daar te vinden. Vanaf 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds zijn de verschillende attracties geopend. In de voorgaande jaren werd de kermis wat eerder in het jaar georganiseerd, zo rond de paasdagen. Maar nu is het evenement dus naar wat later in het jaar verplaatst. Het ontwerp voor de nieuwe huurwoningen in de Ahornstraat en de Lijsterweststraat in Nijmegen-Oost is klaar. Bouwbedrijf Klokgroep gaat aan de slag met de nieuwbouw. De beelden voor het ontwerp moeten nog wel goedgekeurd worden door de commissie beeldkwaliteit van de gemeente. Voor de zomer wordt het plan bij de gemeente ingediend. Als alles via de planning verloopt, dan start in het eerste kwartaal van 2018 de sloop. Alle huidige vaste huurders uit het plangebied die willen, die krijgen een nieuwe woning. De woningen die over zijn, worden te huur aangeboden via entree. Eind 2018, in het vierde kwartaal, moeten de nieuwe woningen klaar zijn. Voor de 14e keer wordt zaterdag het Afrika Festival gehouden in het Themepark in Nijmegen. Het festival heeft een doorlopend programma van muziek, dans en verhalen op 2 podia. Op de Afrikaanse markt staan verschillende kramen met eerlijke producten uit diverse landen. Ook zijn er kinderactiviteiten met een Afrikaans tintje. Het festival wordt gehouden van 3 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Na het festival kan er verder gedanst worden in de Themeloods. De organisatie haalt met de verkoop van drank geld op voor goede doelen in Nijmegen en in Afrika. Het driedaags muziekfestival Down the Rabbit Hole gaat vrijdag van start tot en met zondag. Het festival wordt sinds 2014 gehouden in recreatiepark De Groene Heuvels in Ewijk. Op het programma staan onder andere optredens van Typhoon, Dragon Bone Man en Navarone. Donderdagmiddag ontstond bij het recreatiegebied de grootste tijdelijke Nederlandse camping van dit moment. Zeker de helft van de verwachte 25.000 bezoekers van het festival sloeg alvast de tenten op. De regen en onweer van donderdagavond wist de stemming niet te drukken.